Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Voor vandaag ben ik weer super enthousiast, want de afgelopen tijd heb ik superveel Lugia raids gedaan om natuurlijk een shiny en een hoge IV te krijgen. En daarom heb ik nu echt superveel items om eindelijk weer te gebruiken voor een nieuwe item spree aflevering. De vorige keer had ik gevraagd hoeveel items jullie ongeveer wilden zien om bij een nieuwe aflevering te maken. Ik zag heel veel verschillende antwoorden, maar dit werd voor mij denk ik het beste. Ongeveer 60 rare candies en ongeveer 5 TM's per stuk. Dus 5 fast TM's en 5 charged TM's. Ik heb er nu op meer, dus het is een bonus aflevering eigenlijk. Maar als ik ongeveer rond die getallen zit, dan zit mijn backlog een beetje vol. Ik vind dit twee mooie aantallen om vast te houden. 2 keer 5 TM's en dan 1 keer 60 keer rare candies. Hopelijk is dat duidelijk. En laten we beginnen met de rare candies. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, probeer ik daar zoveel mogelijk van te gebruiken op legendaries. En één legendary die ik heel graag, nog veel meer candy van wil, is, even kijken, daar komt die, Rayquaza. Daar heb ik er 2 van met 90%+ IV's, dus daar ben ik super blij mee. Helaas heb ik er niet al te veel kunnen doen van Rayquaza. Ik heb op dit moment maar 15 candy op dit moment dus. Dus daar gaan we er zeker minimaal 30 van in stoppen. En dan gaan we dan de laatste 5 rare candies voor Rayquaza. Zoals ik al aangaf, ik heb er niet van Rayquaza al te veel kunnen doen. Dus daar baal ik wel van. Want het is mijn favoriete legendary van allemaal. Gelukkig wel 2 91% IV's kunnen vangen. Dus wat dat betreft ben ik er super blij mee. Maar dat betekent ook dat ik 2 keer een 91% IV Rayquaza moet power-uppen. En dat betekent dus dat ik veel candy nodig heb. Dat zit nu wel snor. Want we hebben nu 54 rare candies voor Rayquaza. Dat is zeker een mooi aantal. En daar wil ik ook een beetje mee stoppen. Want voor de andere legendaries willen we dus allebei 15 gaan gebruiken. En als we nu toch bij onze favoriete legendaries zijn gekomen, is Zapdos ook zeker een van mijn favoriete legendaries. In ieder geval van de 3 legendary birds is het mijn favoriet. En omdat ik daar niet al te veel candy van heb, zoals je hier kunt zien. Maar ook omdat die onder Raikou zit. Qua elektriciteit legendaries. Vind ik dus dat we die de volgende keer wel mogen gaan power-uppen. En daarvoor hebben we natuurlijk candy nodig. Daar ben ik super blij mee dat we die ook weer even een aantal candy kunnen geven. Brengt me ook wel op een interessant onderwerp. We hebben natuurlijk nu Lugia teruggezien in Pokémon Go. Ben ik ook erg benieuwd of ze dat ook voor de andere legendaries gaan doen. Zelf denk ik wel dat ze het voor de andere legendaries gaan doen. Alleen niet voor allemaal. Omdat je natuurlijk... weet eigenlijk niet. Ik weet niet wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik bedoel, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. We hebben alle shiny vormen al van alle legendaries gezien. Dus aan de andere kant is het wel weer een reden om dan alle legendaries terug te brengen. Dat was trouwens de laatste candy. Aan de andere kant vind ik het ook weer zoiets van, als je alle legendaries nog een keer gaat uitbrengen. Dan is het ook weer het exclusieve eraf van legendaries. Dus ik ben erg benieuwd. In ieder geval, ik heb al een goede IV Zapdos. Dus daar ben ik super blij mee. En die heeft nu gelukkig ook nog aardig wat candy. De volgende legendary waar we onze candy aan gaan besteden is snel gekozen. Dat is namelijk onze 100% IV Suicune. Het kan me niet schelen hoe goed of slecht die is. Suicune, het is een 100% IV Pokémon, dus die moet sowieso maximaal gepowered worden. En dan is het ook nog een 100% IV Legendary, wat helemaal bizar is. Ook nog mijn eerste 100% IV Legendary, dus nog extra nostalgische waarde eigenlijk. En terwijl ik lekker door candy-maliseer, weet ik veel wat ik wil noemen. Het is ook nog een van mijn, of tenminste mijn favoriete van de 3 legendary honden. Ik ben altijd wat meer fan van de verdedigendere Pokémon. En Entei en Raikou zijn wat meer aanvallend ingesteld. En Suicune is wat meer verdedigend ingesteld. Hetzelfde geldt voor Zapdos. Dus op een of andere manier trekt mij dat iets meer aan, dat soort Pokémon. Hetzelfde geldt voor Nidoqueen en Nidoking. Nidoking is wat aanvallender en Nidoqueen is wat verdedigender. En ik vind dat leuker als ze wat verdedigender zijn. Weet ik niet waarom, maar datzelfde geldt dus ook voor deze legendaries. Maar zoals je kunt zien gaan we dan alweer door met de TM's. En als we nu toch van onder naar boven aan toewerken zijn, gaan we maar beginnen met de Charged TM's. Ik moet even een aantal Pokémon zoeken waarvoor ik een andere TM wil. We hebben er eentje gevonden. Onze 93 IV% Espeon. Die heeft op dit moment Psychic en hebben we liever Future Sight voor. Psybeam, dat is hem dus niet. Dat is dus balen, daar gaan we nog een keer gebruiken. Hopelijk krijgt hij nog wel Future Sight. Weer Psychic, dat is dus inderdaad het jammer. We gaan er gewoon nog een keer gebruiken, waarom niet? Weer Psybeam, dat is dus echt balen.
Dan zit je gewoon letterlijk al je future site. Dankjewel. Nou, ik heb nu weet ik hoeveel TM's verspeeld eigenlijk. En de vorige keer had ik gelukkig wat meer geluk mee. Om eigenlijk future site te krijgen op een Espeon. Wat misschien ook al in 2 TM's had kunnen gebeuren. Maar oké. Espeon 1 heeft future site. Nou, dan heb ik hier ook nog een goede Ivy Gyarados die Dragontail Crunch heeft. Eigenlijk maakt niet uit welke die krijgt. Want alles behalve Dragontail met Crunch is een betere dan Dragontail met Crunch. Dus daarom deze Outrage, perfect. Dan hebben we weer een draaktype aanvallende Gyarados. Ik zit er nog aan het twijfelen om Dragontail Hydro Pump te doen. Want volgens mij heb ik die combinatie nog niet op Gyaradoses. Maar daar wacht ik nog even mee, want die kunnen we altijd wel veranderen. Volgens mij is Hydro Pump echt zo'n move die nooit van Gyarados af zal gaan. Dus die zal ook geen legacy worden. En nu ik steeds meer naar onder scroll, begin ik steeds meer spijt te krijgen van dat we Espeon, future site hebben gegeven. Want dat was misschien een slechte keuze geweest vergeleken met deze. Ik heb namelijk nog een Dragonite van 93% IV met Hydro Beam. Die ik ook zeker weg had gewild. Maar ik heb ook nog een Rayquaza die we dan nu gaan doen met Ancient Power. Die keer Outrage, dat is perfect, want nu hebben we twee keer... dat is eigenlijk niet perfect, want ik rolde Aerial Ace daarvoor. Maar dat maakt niet uit, het is in ieder geval... Maakt niet uit, Outrage is ook prima. Maar ja, ik wil eigenlijk één Rayquaza met de Flying type aanval en de andere met de Draak type aanval. Zodat allebei 91% IV Rayquaza voor verschillende situaties kan gebruiken. Vind ik wel een lekker luxe probleempje om te hebben. Maar ja, zoals je ook al weer kunt zien, hebben we ook nog een aantal vast TM's. Dus de lore is nog zeker niet op. Daar gaan we nu mee beginnen. Ik ga weer even een aantal Pokémon zoeken die nu wel een vast TM kunnen gebruiken. En die hopelijk ook nuttig zijn. En dan kom ik toch weer bij Espeon uit. Hopelijk brengt deze wat meer geluk, want die heeft namelijk Zen Headbutt. En daarvoor wil je natuurlijk Confusion. Volgens mij is dat gegarandeerd, want hij kan maar 2 moves leren inderdaad. Zen Headbutt en Confusion. Dus, deze brengt wel wat meer geluk. Dankjewel Espeon, goed gedaan. We moeten nu wel heel ver in onze Pokémon-collectie graven om nog een beetje een Pokémon te vinden die nog niet een goede moveset heeft of nog geen, waar het eigenlijk nog iets mee kan doen, Candy nodig voor heeft. Maar eigenlijk heb ik eentje gevonden, mijn 96% Ivy Machamp, die heeft namelijk Bullet Punch. Volgens mij zeg ik dat nu eindelijk wel goed. En daarvoor wil je natuurlijk Counter, perfect, dankjewel. Dus daar ben ik zeker blij mee, een 96% Ivy Machamp met als goed is nu de beste moveset. Wel interessant. Eindelijk 2 andere Pokémon gevonden die nog enigszins relevant zijn in het spel. 2 Jolteons. Die hebben allebei Volt Switch hier. Dus dat is eentje. Die heeft nu Thundershock. Want dat is de betere. En dan de volgende. Oh nee. Ah, god, wat doe ik nou? Oké, gelukkig valt het mee natuurlijk. Maar ik dacht dus dat ook deze Jolteon Volt Switch al in het eerste instantie had. Had hij dus niet. Dus nou, dat is eigenlijk 1 TM die we dan hebben verspeeld. Maar ja, dat hadden we dus ook al met die Espeon, dus oké, vooruit dan maar. We hadden toch genoeg TM's, dus oké, kan gebeuren. Had ik iets te snel gelezen. Ik zit eraan te denken om van een aantal Legendaries die net onder de 90% IV's hebben hun moves te veranderen met deze laatste vast TM's. Maar omdat er misschien dus een kans bestaat dat we die Legendaries in de toekomst terug gaan krijgen, gaan we maar even de unieke weg bewandelen. Dat is namelijk het veranderen van deze Pokémon hun aanvallen. De eerste is een 98% IV Artillery. Die heeft nu Mudshot. Nou, die wil ik sowieso niet. Dus hopelijk krijgt hij een wateraanval. Waterkun, perfect. Ik gebruik hem nooit, maar misschien nu wel een keertje. Ik vind het wel leuk. Volgende is een 93% Ivy Blossom. Die heeft Acid. Wil ik ook niet. Ik wil daar een grasaanval voor. Razorleaf, perfect. En dan de volgende is ook eigenlijk een Blossom. Maar voor mij had ik nog een andere. Oh ja, hier zo. Een 96% Ivy Rapidash. Gebruik het ook niet. Maar oké, omdat we toch fast TM's over hebben eigenlijk. Hopelijk de vuuraanval, Firespin, perfect. Voor mij had je ook nog Ember kunnen krijgen, dus ik heb dan gelukkig ook nog wel de goede van de 2. Want anders hadden we alsnog een TM verspeeld. Maar ja, dat was hem dan alweer. De Item Spree aflevering nummer 2. Hopelijk vond je hem natuurlijk weer leuk en heb je er misschien ook wel wat van kunnen leren. Mocht je willen weten hoe mijn topteam eruit ziet, dat is deze. Er is in principe niks aan veranderd, want ik heb niks gepower-upped. Daarover gesproken, ook dat komt binnenkort natuurlijk weer, want we hebben over de 400.000 Stardust. Nou, er komt nog een Community Day event aan, waar ik voordat deze video op heb genomen. Dat wordt zeker ook nog binnenkort hartstikke gaaf. En dan kunnen we de Pokémon die we nu goed hebben gemaakt, verder power-uppen naar een volgend niveau. Dus hopelijk nogmaals, heb je wat van de video kunnen leren en vond je de video leuk? Ik wil jullie natuurlijk weer enorm bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.